Mini V2, Beuken V3. Dit is veel makkelijker in de supermarkt. Bij het kassaatje, hé? Ja. In plaats van die fucking Twix. Ja, elke keer als ik een oefening heb gedaan, dan voelt het inderdaad alsof ik een sprint heb gedaan. En de ene keer is het erger dan de andere keer, weet ik wat. Ik heb gewoon longschade, overgehouden van iets. Het kan van alles zijn. Laten we allemaal onderzoeken. Het is gewoon ziek zijn. Boeien. Gebeurt gewoon. Het beste wat je kan doen voor je longen is bezighouden. Dus training, zonder twee cardio. Krachttraining is ook gewoon prima om te doen. De hele dag op je bed liggen. De hele tijd toegeven aan je vermoeidheid. Die fase heb ik wel achter de rug, weet je. Ik heb geen koorts, ik heb niks. Maar ik ruik hem niet, jammer. Ik had een video gemaakt over AI nog. Dat is iets te uit verband getrokken. Want wat ik dus zeg, is dat iedereen die dus een beroep doet, zoals het maken van websites, zoals het maken van, zoals het video editen, zoals dus dokter zijn, geneeskunde, al die shit. Die mensen moeten allemaal leren omgaan met een AI. Anders doe je dat niet, dan word je weggevaagd door mensen die dat wel kunnen. Dat is het hele verhaal. Doe je dat niet, ja, dan wordt jouw expertise wordt gewoon veel minder waard. Want zo'n AI heeft veel meer data om uit te siften dan jouw levenservaring en bijvoorbeeld collegiale ervaringen. En dan kunnen we allemaal gaan janken weer achter ons toetsenbordje en zo en zeggen dat het allemaal niet zo is. Of we kunnen zeggen van, hey, het is er, we leren ermee omgaan. We doen ook alsof wij, vind ik, hedendaags met social media en zo, alsof we allemaal onsterfelijk zijn. Alsof we dus de hele dag tijd hebben om lekker te scrollen, om lekker te negatief te zijn. We doen in deze wereld nu alsof we onsterfelijk zijn. Misschien komt het wel omdat we het te goed hebben. Misschien weten we even allemaal niet meer hoe het was 80 jaar geleden. Iedereen vond dit een fucking vet label. Ja, ik heb dit label ontworpen met AI. Heb ik gewoon gezegd wat ik wilde hebben. We hadden Dragon Pulse, het drankje is paars, dus ik heb een paarse variant ervan. En deze hebben we gewoon zelf goud gemaakt, want dat vond ik gewoon nog vetter. En de OG moet gewoon goud zijn, het staat ook veel beter, vind ik. Ik vind het echt vet gewoon. Ik heb alles gedaan, ik heb een contest gedaan in de Discord groep voor 500 euro. Ik heb designers, daar heb ik erbij neergelegd. En uiteindelijk vond ik deze gewoon het hardst gewoon. Ik ben de hele dag aan het leren. Daarom maak ik van die video's en zie ik de comments van, hey Joel, je hebt gelijk. Wat zijn we blij dat jij er bent, dat jij weer even wat zegt. Dat bedoelde ik zo te zeggen met van, joh, als je thuis komt van je werk, tuurlijk kijk ik een keertje een troepprogramma of weet ik veel wat allemaal. Maar dat is, na een dag is dat klaar, als ik ziek ben bijvoorbeeld. En dan ga ik podcast shit luisteren. Ik vind, ja, wat ben ik aan het doen? Het is goed voor je brein, dat ten eerste. Om dus de hele dag te leren, dat moet je doen totdat je dood gaat gewoon. Ik heb gewoon mijn bekertje met ijs. Iedereen liep te janken, ja, een beetje flauw natuurlijk, verstuiving in de luchtwegen. Ja jongens, hier, dit is voor de verstuivingen in de luchtwegen. Hop, gewoon lekker ook. Weet je wat ik proef? Proef je hem? Dat is goed. Ik proef zoet en zout. Niet de smaak. Nee. De Jumbo Kooistra, die hebben allerlei filialen dus in Friesland zitten. Die, volgens mij 10 vestigingen zelfs. Die hebben dus alle Gold draaiblikken. Sinds kort. Gaat volgens mij nu al hard. Dus ja, allemaal even die blikken daar halen, weet je wel. Jumbo's van Kooistra. Dat wilde ik even zeggen nog. En ik ga er nog een leuk videootje maken van op Instagram. Want ik vind het hartstikke leuk. Dat hebben zij namelijk ook gedaan. Vind ik echt goed om te zien. En nogmaals, groeimaten. Wij zitten nu in... Ik had deze vergelijking, dat is met ondernemen zo. Als je begint, zit je in de eerste versnelling op de hellingproef. In een Opeltje, weet je al. Zit je in de eerste versnelling nog. Hellingproef, helemaal kut. Dan kom je in de tweede versnelling. Gaat het een beetje lopen. Maar ja, dan gaat het zo lopen dat je ook weer... Hè, je moet weer herinvesteren in je voorraden en alles. En dat moet je allemaal weer doen. En nou gaan we langzaam of naar de derde versnelling. Of ik sla de derde versnelling over en ik ga gelijk naar z'n vier. Met Julian. Zo hard gaat het nu. Dat is wel echt lekker gewoon. Dat is gewoon... Dit is nou hobby, weet je wel. Dat je gewoon weer even zo... Hier en daar de verdubbelaar weer aanzet. Dat is gewoon lekker. En dat doen we goed. En daar zijn jullie allemaal onderdeel van. En weet je wat ik nog eens doe? Ik heb hier dat kleine V2'tje.
Smooth Fruit. Dat deed ik toen ook toen we naar Stuttgart gingen. Tijdens het rijden. Want ik moest 12 uur lang rijden. Heen, terug, testrijden met die R8. In de regen. Maar wel heel veel geleerd. Smooth Fruit. Bij je, Dragon Pulse Beuker V3. Weet je wat ik nog meer ga doen? Een beetje V1 erbij. Scoopje ligt netjes bovenop. Woep. Dat is een half scoopje. Ik proef alweer wat. Ik proef toch die Smooth Fruit een beetje nu. Maar dit weekend wordt een heel zwaar weekend. Dat is gepland en dat heeft mij heel veel geld gekost. Wij gaan naar Tomorrowland, René Zonneveld, afsluiten. We nemen dit keer de meiden mee. We nemen zelfs Paul Elstak mee. Dan wacht de jet op ons in Brussel. Moeten we naar Spanje toe. Sunrise iets festival met Renier van 8 tot 10. Moet die afsluiten weer. Vliegen we naar Ibiza toe. Hebben we heel even kalm rust. En dan moet hij weer het amnesia afsluiten van 4 tot 6. En dan vliegen we 's middags weer terug naar Nederland. Weer terug. Nou, oma Hansi heeft de kettingen gebracht voor Mees Dix. Klaus Veen. Die heeft hem eigenlijk ook gewoon echt verdiend, Klaus Veen. Dat is een van de eerste die hier kon werken. Na Zanna en na jou. Dus. En hoi. Zoals beloofd. Dit zijn de echte gouden. Beuken V3 van oma Hans. Dat gaan we eens even testen. Even lekker roeren. En wat hebben wij hier voor de groeimaten? Een nieuw product. Want oma Hans heeft ook nog een nieuw product aan ons geleverd. Clean Nutrition. Is die hard of is die hard gewoon? Kijk eens aan. Voor de groeimaten hebben we dus een betaalbare ketting. Scoopketting. De basis is staal. Dus het blijft heel lang mooi. Ik kan hem eigenlijk continu omhouden. Kijk. Fuck vet. Dat is echt vet. Het is exact hetzelfde formaatje als deze bijna, hè? Ja, ja. Dat is gewoon exact hetzelfde. Scoop je wel de ketting? De ketting is 1 mm dunner. Ja. Maar voor de rest is het precies hetzelfde. Is wel lekker. Goed kleurtje. Dragon Pulse. Ziet er goed uit. Ziet er fucking goed uit. Ik vind het trouwens ook wel een mooie ontwikkeling. Hoe dat is allemaal begonnen dus, op dat Awakenings. Het is allemaal begonnen op Awakenings, ja. Zo is het ontstaan. Toen elkaar moeten toen, ja. Toen jouw ketting genakt werd. Ja. Bij een traangasbom. En dat wij ook echt als enige zo bleven staan van, ja. Hè? Ja. Deze voor de groeimaten. Iedereen ons, ja, jullie moeten nu eruit. En ik dacht, ja, het is eindelijk rustig. Ja, rustig. Oh, en jij zei, oh ja, mijn kettingen zijn weg. Oh, ja, mijn kettingen zijn weg. Ja. 125? Ja. Ja. Power. Dat is gisteren jarig. Dus hij moet hem nou even door het dak heen rammen. Kom maar. Kom maar. En omhoog. En omhoog. Door, door. Juist. Ja. Lekker man. Je hebt er nooit zwaarder gedaan dan dit. Nog nooit. Nee. Hij zet even op PR op zijn 45ste. Squat of niet? Ja, ook. Goed zo. Ga ik gewoon gelijk door? Ja, joh, ga gelijk door. Super sick.